Welkom bij de eerste aflevering van de kostbaarheden van de Stichting Oud Winschoten. We staan hier voor een van de vitrines met een deel van de collectie. En ik neem u even mee en ik laat eens even wat zien wat zo al aanwezig is in de collectie. U ziet hierboven een aantal bijbels, kerkboeken, twee zeer fraaie exemplaren. Eentje is onlangs verworven, een tweetal jaren terug. En dat kwam terug uit Canada. En die hebben we met steun met z'n allen hebben we dat ding weten te bemachtigen. Hing een behoorlijke prijskaart aan. Prachtig uitgevoerd in 18 karaat goud met schildpadkaften. En dan hebben we er nog eentje aan deze zijde. Afkomstig van een boerenfamilie uit Finsterwolde. Ook gemaakt in Winschoten door Reen Volkers. En die bevindt zich al enige jaren in onze collectie. Daarnaast een klein bijbeltje met zilveren sloten, vroeg 19e eeuw. Ooit aangekocht uit een nalatenschap van een verzamelaar van onder andere Winschoten zilver, destijds woonachtig in Amsterdam. En ze is reeds een jaar of 20 in ons bezit. Heel leuk, want in dit bijbeltje wordt zelfs vermeld wat hij bij het laten maken heeft gekost. En daaruit bleek dat de prijs met name zat in het zilver zelf. En dat het maakloon voor de Bijbel eigenlijk in geen enkele verhouding stond met de totaalprijs van de Bijbel.